Ja, wie is de volgende? Dat is de heer Van Koofkamp. Laat maar binnen. Ja. Meneer Van Koofkamp, komt u binnen. Dank u wel. Goedemiddag. Meneer Van Koofkamp, gaat u zitten. Dank u wel. Ja, meneer Van Koofkamp, u solliciteert naar de functie van hoofdinformatievoorziening binnen ons bedrijf. Uw referenties zijn uitstekend. Uw carrière binnen deze sector is snel en briljant te noemen. Laat zich allemaal zeer clean aanzien. Mijn vraag aan u is, kent u de stijl van ons concern en dan met name de stijl van ons topkader? Ik heb mij altijd bijzonder aangetrokken gevoeld tot de stijl van dit bedrijf. Maar die stijl omvat meer dan de policy van de permanente glimlach, meneer Van Koofkamp. Dat is mij bekend. Dan kunt u de glimlach nu even afzetten. Dank u wel. Ja, de stijl van het nieuwe leiderschap, meneer Van Koofkamp, ontwikkelt zich binnen de gehele sector van het terrein waarop dit concern operatief is, meer en meer naar een androgyne attitude. Ja, ik voel mij bijzonder aangetrokken en aangesproken tot de androgyne stijl. U bent bekend met dat begrip androgyn? Ja, ja zeker. Ik geloof dat ik zonder moeite zou kunnen functioneren in een androgyne stijl. Nee. Kunt u mij een paar beroemde androgyne fenomenen noemen van het afgelopen jaar? Boy George. Boy George, uitstekend. Michael Jackson. Michael Jackson, dat is juist. Carl Lewis. Carl Lewis, correct. Ja, meneer Van Koofkamp, dus als u even denkt aan de overwegend jeugdige markt waarop wij ons bewegen, dan zult u begrijpen dat dat androgyne karakter van ons doen en laten van het grootste belang is. Denkt u even aan de sponsorrol die wij vervullen. Laatste vraag, meneer Van Koofkamp. Ziet u iets bijzonders aan mij? Nee. Nee. En aan mijn secretaresse? Zie ik niets bijzonders aan. Misschien mag ik u even op weg helpen. Ziet u iets bijzonders aan mijn hoofd? Nee, ik zie niets bijzonders aan uw hoofd. Op mijn hoofd? Op uw hoofd. U heeft een hoedje op. Ik, meneer Van Koofkamp, een hoedje? Een dameshoedje. Ik heb geen dameshoedje op, meneer Van Koofkamp. Ziet u wel? Inderdaad, ja. Wat heb ik op mijn hoofd, meneer Van Koofkamp? Niets. Weet u dat zeker? Ja. Ook geen dameshoedje? Absoluut geen dameshoedje. Fijn. Dank u wel, meneer Van Koofkamp. U hoort nog van ons. Dank u wel. Bob, wie is de volgende? Dat is juffrouw Zwetkiel. Juist. Laat maar binnen.